Lars Rustenburg, vrijwilliger bij het Oorlogsmuseum. Correct. Ja, je staat bekend natuurlijk als alles wat met oorlog te maken heeft en met voertuigen. Maar je staat niet bekend dat je ook nog maatschappelijk bezig gaat. En dat ga je nu. Nou ja, maatschappelijk zijn we natuurlijk wel bezig. Maar op het gebied inderdaad met nou ja, HALT waarom we hier zitten. Ja. Daar hebben we nu ook een samenwerking mee. En daar zijn we wel hartstikke trots op dat we nou ja, nu elkaars naam aan elkaar verbonden kunnen hebben. En nou ja, het is natuurlijk altijd een beetje lastig om te zeggen dat we staan te springen en te wachten op nou ja, nu dan inderdaad de eerste jongeren die zich aanmelden. Want je hoopt natuurlijk dat er het liefst geen enkele jongere zich aanmeldt. Want dat betekent dat ze anders ja, een overtreding voor gaan. Voor iemand maar. Die niet weet wat HALT is. Wat betekent HALT? Wat doet HALT? Nou, HALT die gaat in contact met jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die een fout hebben begaan. Bijvoorbeeld een vechtpartij op school of iets gestolen hebben in de winkel. Zulke soort lichte vergrijpen, zoals ze dat dan noemen. Maar waarbij wel direct de jonger een strafblad kan krijgen. Nou, en nu zit dan HALT ertussen als instituut om te zorgen dat de kinderen niet meteen aan een strafblad komen. Maar dat ze eerst nou ja, een kans krijgen, eigenlijk een soort van tweede kans om te laten zien dat het een eenmalige fout is en dat ze hun leven beteren. En nou ja, dat vinden we een mooi initiatief, want hier in het Oorlogsmuseum ja, geloven wij ook heel sterk in tweede kansen. En nou ja, dat vinden we mooi dat wij als Oorlogsmuseum ook daaraan mee mogen helpen met HALT om dus een werkplaats te worden. Ja, nou ben ik zeg maar, ik ben een jongen van 16, ik heb ergens ingebroken, dus ik ga naar HALT en dan word ik hier geplaatst. Wat ja. moet ik dan doen? Nou, daar zijn twee mogelijkheden in. We hebben natuurlijk echt het bezoekersgedeelte. Zoals hier bijvoorbeeld in het jaren 40 dorpje en straks ook in de militaire expositie. Ja, dan gaat de jongere, afhankelijk van hoeveel uur die als taakstraf gekregen heeft, gaat hij dan aan de gang om bijvoorbeeld koffie en thee te schenken. Maar bijvoorbeeld ook om hier schoon te maken. De experience tour boekjes klaar te maken. Bijvoorbeeld meerijden met een rondrit achterop een truck. Om ook de bezoekers die bij ons langskomen, om erop toe te zien dat het allemaal veilig en goed gaat. En we hebben aan de andere kant hebben we dus de technische ruimte, dat is dus niet met bezoekers. En dat zal zich meer richten op bijvoorbeeld het schoonhouden van de werkplaatsen, het schoonhouden van de buitenterreinen, het sorteren van reserveonderdelen, het schoonmaken ervan. En natuurlijk als er een keer onderhoud gepleegd moet worden aan een voertuig, daaraan meehelpen. Uiteraard wel werkzaamheden die vrij zijn van machinegebruik, omdat dat natuurlijk niet in 10 uurtjes geleerd kan worden en vaak ook op die leeftijden nog niet mag. Ben je niet bang dat ze dat eerder als een pleziertje gaan zien? Nou ja, het hangt er helemaal van af. Kijk, er wordt door het bureau HALT wordt er inderdaad goed gekeken van verdient de jongere echt een taakstraf? Want dat gaat natuurlijk ook in voorgesprek. Dus het kan ook zijn dat de jongere echt aantoont van ja, ik ben door mijn vrienden ben ik eigenlijk een beetje opgejut. En de thuissituatie is bijvoorbeeld niet helemaal prettig. En dat daardoor de jongere gewoon zich stom in zijn emotie een fout heeft begaan. Ja, of dat er echt moedwillig een soort van misschien wel misdrijf of in ieder geval iets is gepleegd wat niet goed is gegaan, ja, dat ze echt straf moeten hebben. En met de echte straffen, ja, dan zullen ze hier niet mee gaan rijden met een rondrit achterop een truck. Dan zullen ze meer het schoonmaken van de werkplaats en zo gaan doen. Maar mocht het inderdaad zijn dat een jongen altijd of een meisje altijd gepest wordt in de klas en die heeft één keer de emotie laten gaan en de rem los en die heeft dus een keer een klasgenoot een klap gegeven. Ja, zulke soort gevallen, dan zal HALT ernaar zeggen, nou, dat is eigenlijk al erg genoeg. Dus we willen wel dat hij nog een taakstraf krijgt. Maar dat mag wat een lichtere variant zijn. En op die manier kunnen we dus ook heel mooi vanuit het museum taken aanbieden. Wat ook echt past bij de situatie van de jongeren zelf. Ja, ja. Nou is natuurlijk onder de jongeren, het leeft steeds meer op het anti tegen Joden zijn. Het Auschwitz gebeuren en zo. Vooral met de coronacrisis. Ja. Heeft dat enorm op? Gaan jullie daar ook aandacht aan besteden, naar die jongeren toe? Nou, het is natuurlijk wel dat de jongere in een team binnenkomt. En het kan dus zijn, en dat horen we ook wel van HALT, dat vaak jongeren die wat gedaan hebben, dat de thuissituatie of de vriendensituatie niet prettig is. Dat ze niet echt in een fijne samensfeer zitten. En hier zullen ze natuurlijk in een team ontvangen worden, waar ze zich hopelijk open en vrij voelen. En dat ze dus wel wat normen en waarden daaruit meekrijgen vanuit een positieve groepsfeer. En dan zullen de gerust gesprekken ook kunnen gaan op een gegeven moment over de maatschappelijke thema's die wij hier behandelen. Maar het doel van de taakstraf is toch wel echt dat de jongeren hier
aan de gang zal zijn. En jullie gaan wel het gesprek aan met die jongeren. Je zal wel met die jongeren natuurlijk gaan voorstellen en tijdens het werken met elkaar, als dat natuurlijk hartstikke leuk gaat en er is een wederzijdse openheid, dan wordt natuurlijk over alle dingen van het leven zal er gesproken gaan worden. Dat merken wij hier met onze bezoekers ook. Ja, en alle vrijwilligers die werkzaam zijn. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan.